Ik heb een auto gezien. Ja. En ik kon hem weer eens, voor mijn gevoel, niet laten staan. Dus we gaan kijken. Het is een auto met 25.000 kilometer die eigenlijk uitgestorven is. Ja, maar Rick, waar ga je nou toch weer naar kijken? Ja, zoals jullie weten, ik ben een autoliefhebber. En mijn goede voornemens waren eigenlijk om dit jaar geen auto's meer te kopen. Maar ja, dat is me al meerdere keren mislukt. Maar dit is een goedkoop. Ja, het is niet zo'n dure auto. Maar het is er wel eentje die je nooit ziet. Maar wat is dat dan? We zitten bijna bij de Duitse grens. Want daar komen immers nog de mooie pareltjes vandaan. En dan gaan we eens kijken. Jongens, jullie gaan mij dadelijk zo hard uitlachen. Ik weet het zeker. Ik weet het echt zeker. Je ziet dadelijk daar die auto staan. Denk je, jeetje mina, heb ik daar nou op moeten wachten? Nee, dat is een grapje. Maar ja, het is wel echt iets bijzonders. En in de juiste kleurstelling, de juiste opties, de juiste motor. En dan ook nog, misschien is hij wel fabrieksnieuw. Ik weet het niet. Hè? Als je die verkopers moet geloven, jullie weten zelf ook wel, als je zo'n autoverkoper belt. Het is altijd een rentenvaartzeug, het is altijd een garagenwagen. Hè? Het is altijd van een oude man, hè? Dus van een oude man geweest. Nou geloof me, oude mannen kunnen niet rijden, dus daar ga je al. Is je al bij een spuiter geweest, hebben ze al een keer lekker in het papwinkeltje flinker aan lopen kloten. Het is moeilijk om een pareltje te vinden die echt ontastbaar, die gewoon nieuw is eigenlijk. Dat is gewoon iets wat ik in mijn leven maar een paar keer mee heb gemaakt van auto's die ik in Nederland of in Duitsland of in Spanje heb aangekocht. Dus het is iedere keer weer een avontuur en leuk. Net de grens gehad, gelijk natuurlijk terug naar z'n vieren. Hier moet je kijken. Zo'n bus hè, loopt gewoon 140, 150. Allemaal in z'n vieren. 160. Hoppa. 170. En dan pas naar z'n vijf. Hier moet je kijken, joh. Koppelrijk hoor. Echt koppelrijke blokken, die 2 liter TDC. Ongekend eigenlijk, want die bus die weegt 2,5 ton. En wat dan ook nog leuk is, ik laat hem even terugzakken naar 160. Ik schakel hem naar z'n 6. 2500 toeren. 2500 toeren op 160. Dat is toch te gek, hè? Echt te gek. Nou, 3,9 kilometer. Ik ben echt reuze benieuwd naar de staat van deze auto. Meestal rijd ik 10 keer voor niks. Dus ik hoop dat deze me meevalt en dat we dadelijk een mooi exemplaar mee naar huis kunnen nemen. En ook die gaan we dan, ook al is hij nog zo mooi, die gaan we dan alsnog fabrieksnieuw maken. Hij moet stipt worden. Hij moet echt eruit zien alsof dat hij net vers van de band rolt. Vanuit welk perspectief dan ook. Ja, die verkoper denkt nou bij zichzelf van wat zijn die mensen nou weer aan het doen. Nou, we gaan eens even kijken. Good afternoon. Hello, I'm Rick. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. I just want to take a look at the Opel Vectra. All right. Nah, dat is altijd eventjes afwachten, hè? Oh, yeah. Oh. It has driven now 25, 26,000 kilometers. 25,000 kilometers, yes. Yes. Oh. A seriously very old man. It was, yeah. Yeah, okay. So. Ja, hetgene wat ik altijd zeg, hè, het leer is helemaal mat. Soms dan hoop je dat, hè, dat je in de auto zit en dat je denkt, ja, is je het wel of is je het niet? Maar zoals ik het nu zie, ja. Nou, dit is dus een auto die gewoon compleet uitgestorven is. Echt compleet uitgestorven. Dat is chic, hè? Dat is toch gaaf dit, hè? Gewoon helemaal uitgestorven. You want to have a look underneath? Yes, the engine. Yes, sir. Ja. It's all like 25,000 kilometers. Yes, I see it.
2.2 motor, 150 pk, 147 om precies te zijn, maar wel een handbak. Ja, dit vind ik zo gaaf, hè? Die Xenon, hè? Can you show me? Ja. Dan binnen ook, hè? Die verlichting en die klokken. Die stoelen, hè? Ik weet nog goed dat mijn vader, dat zei ik toen nog, van joh, kijk hier. Die plooien die erin zitten. Dit wordt niet meer gemaakt. Kijk, de serviceheft. Het wordt gewoon niet meer gemaakt, dit. Dat is te gek, hè? Ik ga hem kopen. Ik moet alleen nog wel van de prijs af zien te krijgen. Maar ja, dat is altijd lastig met Duitsers. Maar toch ga ik het proberen. Ik weet alleen niet of dat lukt. Maar goed, we gaan het proberen. So, sir, we have to talk about the price. Yes. So you want 8? Yes. It's too much. We have to find a way. Give it for 6. No, I'm sorry. I make the car factory new. Okay. Seriously. Give it me for 6. I cannot go down that much. I'm really sorry. How much can you give me? You want to hear my minimum price? My minimum price is 7,000. I cannot go underneath. 7,000. Give me the hand. Deal. Thank you. Thank you, sir. All right. It's a really nice car. Yeah. Seriously. I'm very happy with it. Yeah, that'd be great. Okay. Great. We gaan naar huis toe. We gaan hem starten. Ja. Ja, te gek, hè? Echt te gek. Die klokken ook. Gordel om. We gaan rijden. Nou, dat ik er zo mee rij, ja, geweldig. Terug in de tijd. Echt terug in de tijd. Hoe simpel het eigenlijk was. Zo chic. Wat Opel ook altijd heeft, is dat lederen randje is altijd helemaal beschadigd. Dat heeft deze ook niet. Dan kun je zien, ook geen andere radio's erin. Gekkigheid. Auto is gewoon top. Auto is echt top. En daar houden we van. Daar houden we van. Ja, dat is wel echt een pluspunt van auto's uit die tijd, hè? De verlichting. En die klokken zo mooi. En natuurlijk de klima, stoelverwarming, boordcomputer. Zit er eigenlijk allemaal in. Ja, dat is wel echt super gaaf. En nu is het voor de meeste van jullie die kijken, die denken van Rick, jongen, wat moet je toch met zo'n oude bak? Ja, inderdaad, ik moet er helemaal niks mee. Tuurlijk rijken zo af en toe wel eens een keer mee in cars en koffie, dat mensen je uit kunnen lachen van wat moet jij nou met zo'n oude cake? He, want zo wordt er dan gepraat. Hij rijdt goed overigens. Ja, geen trilling, kijk dan. Geen trilling, niks. Die man had ook overigens, hè, je zag net tapejes op de band zitten. En die tapejes had die man erop gezet om, als hij er niet mee rijdt, dat hij hem een week later weer net kan verzetten dat de banden niet flat, dus niet plat worden. Dan ben je een echte liefhebber. Ja. Dit is gewoon nogmaals uitgestorven. Dit zie je op de sloop. Dit zie je op Marktplaats staan voor 700 euro. Ja, met zo'n Kenwood radio erin of een Pioneer scherm wat eruit geklapt komt. En dit is gewoon terug naar de kern. Uitgestorven. Nogmaals, ik heb het al 5 keer gezegd. Uitgestorven. Dit ook moet je dit nou zien, die plooien. Dat is toch gaaf voor een Opel, hè? Voor een Opel in die tijd. Dat is toch te gek? Spiegels. Verwarmd. Er staat ook zo'n tekentje op. Dat is toch heerlijk? We zijn gelukkig binnen. Hij is veilig hier in Vught aangekomen. En ja, ik denk dat hij zoveel regen in zijn hele leven nog nooit gezien heeft. Maar dan alsnog, we gaan hem helemaal aanpakken. En ik hoop jullie binnen 2 tot 3 weken het eindresultaat te kunnen laten zien. Tot de volgende.